Bam, we zijn begonnen hier een verse paalpaad voor je. Ik heb meegenomen voor jou, Jacco Peek, Simon Seinemans en mijn naam is Martin van Schoor. En we hebben een uh, volle week. Want er gebeurt een hoop in, uh, in Videogameland. Er is een hoop te bespreken. We hadden het net al even kort over de nominaties van de Game Awards. Simon wil iets heel graag laten zien en hij heeft beloofd dat hij zijn broek zou aanhouden. En Jacco hm. moet weer praten over Zelda. Pokémon, oh. Zelda? Ja. Of Hoezo bovenaan. gaan we het hebben over Zelda? Nou, we hebben net even onze top drietjes doorgenomen. Mogen oh, ik was vergeten dat ik. Uh, oh, dat mogen we helemaal niet zeggen trouwens. Is dat zo? Nou, we hebben nee, net. Jij ja, hebt letterlijk gisteren op Twitter uh, ergens gegooid waar ik op gestemd heb. Dus ik mag hopen dat we dat wel mogen zeggen. Waar ja. mogen we dat niet zeggen? Waarom mogen ja, ik dat we niet zeggen. Ja, ja, Br Martin zei dat? Ik heb sign-til 2 gestemd, nee, dat weten we, jullie het vast. Nee, maar we mogen toch wel zeggen waar we zelf voor hebben gestemd. We hebben alles oh. in de plender gegooid. En we, oh, je we, gaat we, niet we, de final lijst nee, van. Nee, we hebben ze. Oké, oké, oké. Gewoon even je eigen lijstje. Oké, okay, nee, ik, had, ik had op zelda gestemd. En ik ik dacht dat ik op Rustig aan jou, Ja, Joko, spring meteen vooruit. Dus even we, even we, ja. we zijn hier aan het ja. sign-posten, oftewel de mensen bij, bij de lijst kijken. Okay. Blijven okay. kijken. Niet wegklikken, alsjeblieft. Nee, maar ja. komt reclame, is iedereen pleiten omdat jij alles al verklapt hebt. Ja. Je, het is niet Jacco of Wisdom vandaag? <laughs> Zeker niet. Jij bent echt ook... Waarom zit jij zo laag ook, man? Kijk dan. Dat, dat ja, dan boost moet, van de ben van niet de zo de van de Iemand helemaal zei ze tegen mij, kun je Jacco een beetje zijn, zijn, zijn image boosten? Dus ga even naar beneden. <laughs> je <Ja>, lijkt <laughs> echt... Het is niet Armo. Het lijkt nou, ja, nou is net zijn, alsof hij zijn verloren uh, homeless broertje heeft meegenomen <laughs> met de podcast. Voor de mensen die dit op video kijken, Simon komt echt uh, tot aan de schouder van Jacco op dit ja. moment. Ja, ik zit gewoon comfortabel hoor. Ik ja, oh Steve Jobs zit weer comfortabel hoor. <laughs> nou. Hij is uh, uh, voorzitter van uh, Phil Collins uh, fanclub. Ja. Ah, ja, en dat ik een cult heb. Dan ben ik weer <laughs> Phil Collins. Ja. Terwijl Enno een cookie monster trui aan heeft. Ja, maar Enno is hier niet bij. Oh. Ik weet niet ze Sorry, Enno was een grapje. Ja, het een ja, je koopie koopie ik had de stoel nee, je moet Doe je nou? Hij sloopt de stoel. Oh ja, het vet Goed, het is uh, chaos oh. zoals, je, uh, zoals je van ons bent gewend. Ja. Uh, we uh, gaan dan. beginnen met onze nee, is, hoogtepunten van even de even afgelopen de week. Simon, wat je is jouw Je moet omhoog. Nou, dit is mijn dieptepunt. Dat is ja. ja. Ja, kwartig. Okay, ja, dat is beter. Ja. Ja, hij is er. Oh, ik had die microfoon eerder. Die microfoon gewoon een slapper van. Nou... Ah. Jongens, waar hadden we het over? Wat is jouw hoogtepunt van Oh, mijn, ho mijn hoogtepunt van de week is dat ik eindelijk. Ik zou jullie vertellen, jongens, ik heb uh, natuurlijk uh, een vers blaadje gemaakt, de laatste van, van het jaar. Ja. En jullie zeiden tegen mij: oké, okay, twee keer per jaar doen we 100 pagina's. Ja. Ik dacht: oké, okay, prima, dat is 24 pagina's extra. Mm -hmm. How hard can it be? Uh, en het was echt een hel. Dus echt qua, qua, qua is heel leuk? veel dingen. Het was... we, we hebben het hier over je hoogtepunt, hè? niet over je dieptepunt. Ja, maar nee, maar mijn hoogtepunt maar was dat hij af was. Jee, ah, yeah. oké. Okay. <laughs> oh, dat was het. Het is klaar. Hij is naar de drukken. <laughs> kan de rest van de week iets anders gaan doen. Dat was mijn hoogtepunt. Blijkbaar op zes spelen. Ja. Met jou? Ja. Lekker man. Lekker. Jerk. Play de the gamepje. Maar ja, uh, uh, Mengxin is klaar. Ja, hij is klaar man. Ik ben ook wel echt blij mee. Het was echt, uh, echt wel een, een bevalling. En ik had een paar dingen... Maar uh... Je hebt iets bijzonders gedaan. Ja. Ik... Ja, het, 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 dat, ik, ik nou, ja? dat vind ik wel echt heel dood wat je hebt gedaan. Oké. Okay. Ja. ja, ik ook. Dank jullie wel. zou we het meteen vertellen? Ja. Zullen we het ja? anders daarop plakken en dan zo aan de mensen? Nee, hey, kijk, weet je wel. En die gaat daar ook met zijn monster uit. Dat hij dit heel mooi monteren. En dan zien jullie het in beeld. En als ik dat nu zeg, dan moet dat gebeuren. Ondanks dat ik dan zelf daar niks aan hoef te doen. Ja. Nee, eh. Um, we zouden, ik, 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 we zouden Assassin's Creed Shadows op de koffer zetten. Ja. Dat had ik eigenlijk al dacht van in november, die game gaat fucking slappen als een mofo. Uh, Mooi beeld al. Dat ik daarna uitkijk. Het is de ideale koffer. Je hebt ook twee characters. Dan kun je een mooie dubbele koffer maken. Dus ik, ik zag het helemaal voor me. toen dus ja. zei Ubisoft. Ah, nee, toch niet. Dus toen moesten we les met um, andere keuzes maken. Ja. Dus ik sprak hier en daar wat devs. Uh, ook de mannen van, van Stalker bijvoorbeeld even mee over gehad wat, wat de mogelijkheden waren. En uiteindelijk dacht ik, weet je wat ik nou ontzettend vet zou vinden als we toch een beetje in die zin vrij spel hebben. Ik heb ook over nagedacht om, om een, een uh, hele wrap-around PlayStation te doen, omdat die 30 jaar bestaan, om dat een beetje te vieren. Mm. Um, maar dat is heel veel custom werk... En, en dat ging me gewoon echt niet worden met de tijd die we hadden en het feit dat het 100 pagina's waren. Um, dus ik dacht, er blijft een ding over wat ik heel graag, heel, heel, heel graag zou willen doen. Um, er komt in december een game uit. Um, en die staat dus op onze cover. En het vette is, ik hou het even spannend, in tegenstelling aan Jacco die als het even klapt. Um, <laughs> ik heb die ontwikkelaars toen uh, uh, gesproken en ik heb gezegd, luister jongens. Ik zou heel graag jullie game op de cover zetten. En op onze achtercover. Daar heb ik een bijzonder idee voor. Uh, maar... Om dat te laten slagen, moeten wij wel deze maand even stevig gaan samenwerken. Want ik wil dat jullie de cover maken voor ons. Want normaal zou krijgen van een artwork, ik doe het een vormgeven dat. Yeah. Ik heb gezegd, ik wil dat jullie de cover maken. Ik wil interviews met degene die de game maakt. Ik wil een interview met degene die jullie bedrijf heeft opgericht. Want het, uh, de cover is, is deels een artikel over die game. Het is ook deels een artikel over de ontwikkelaar. Want het is een beetje een bijzonder beestje. Um, en zij waren meteen super down. Ik heb ook gezegd, ik moet en op tijd reviewcodes hebben. Dus eigenlijk voor de rest van de wereld. Wij gaan ook als allereerste, denk ik tenminste, de review uh, uh, publiceren. Dus die van ons wordt een, wordt een worldwide exclusive. Heel vet. Um, en ze zijn eigenlijk, nou de hier en daar moesten we wat, wat onderhandelen. Maar eigenlijk zijn ze overal maar over de brug gekomen. Dus ik heb deze maand heel nauw samengewerkt met Aspire. En wie Aspire niet kent, die maken zelf eigenlijk geen games. Misschien Snups de Zombie of zo. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar over het algemeen zijn ze ooit begonnen in de jaren 96. Of in de jaren 90, uh, in 96 om precies te zijn. Met het porten van games naar uh, Mac en uh, Apple. Oh, zo lang al. Als dat niet hetzelfde is. Ja, precies. Nee, oh, ze okay, deden echt okay. uh, Tomb Raider, Tony Hawk, uh, Civilization. Al dat soort dingen. Warcraft of in ieder geval iets van Blizzard kan ook Starcraft geweest zijn. Ze zouden Star Wars ook gaan doen, toch? Maar dat is een beetje mislukt. Ja. Dat is ja. ook, ook nog een dingetje... Uh, ...part of de onderhandelingen geweest. Ga, mag ja, ik daar wel zeker over, over te... praten? Mag ik er dan vragen? Hoe gaan we daarmee om? Uh, ja, 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 um, maar uh, zij hebben altijd... ...alles gepoord. En waar ze de laatste jaren... ...dus heel goed mee bezig zijn... Uh, ...is... Um, ...ze hebben met die Tomb Raider collectie... ...bijvoorbeeld vorig jaar 1, 2 en 3 uitgebracht... Ja. Echt waanzinnig goede poorts En uh, uh, de, je speelt, als je speelt en met een druk op de knop ga je terug naar die oude graphics. Daar ben ik altijd groot fan van. Ze hebben inderdaad ook Kotor toen naar, uh, ik geloof, iPad gebracht. Ook gepoord, de originele Kotor. En zij waren in de eerste instantie waren zij verantwoordelijk voor de remake die aangekondigd werd. Dat zou een eerste echt grote eigen project worden. Um, maar dat werd, werd maar al snel duidelijk van, luister... Je hebt in principe al access. Je mag met iedereen gaan praten. En, en interviews noem ik dat. maar op. Zelfs de, de founder meegezeten. Uh, die er nog steeds zit bij het bedrijf. Uh, ze zijn door Embracer overgenomen. Was ook absoluut niet off topic. Daar kon ik gewoon ook vragen over stellen. Uh, dat doe je natuurlijk ook. Want dat, daar valt ook een hoop over te zeggen. Ja, zeker. Um, maar Koto niet. Dat, dat lag ja. toch een beetje gevoelig. Um, ja, en dan, dan kun je daarna vragen dan krijg je een no comment. Dus dat, dat ja, is verder wat, wat het is. Um, maar dat, ik heb het idee dat dat heel gevoelig ligt. Maar uiteindelijk dus die game op die ...of Duty nog niet doorhad. Wordt een serie die wij wel eens vaker hebben besproken hier. Ik noem het altijd, uh, staat in mijn lijstje, wat ik met jou laatst maakte in de Boodem podcast. Beste verhalen in gaming. Het is de Soul Reaver 1 en 2 Remastered. En cool. um, ah, daar ja, is hij. Oh, Latin Gypsy. Dit je toch. Kijk, maar dit is natuurlijk niet alles. dit is een hele mooie koffer gemaakt door de Spire zelf voor Power Limited. onze vormgever heeft er nog wat wat uh, ditjes en datjes aan uh, gemaakt om, om om ons logo een beetje in de fik te zetten waar je zo die Soul River ziet. dat is heel vet. maar toen dacht ik voor de achterkant zou ik graag iets bijzonders willen. en dit is de achterkant van de nieuwe pu. de voorkant van de pu uit 1999. Ja. Waar? Uh, Raziel toen opstond. dit is helemaal de uh, we hebben hem opgepoetst, we hebben hem eigenlijk geremasterd, zo zou je kunnen zeggen. Hebben yes. hebt hem helemaal opnieuw gemaakt? Want ik weet nog, wow, zeker, zeker. Dat logo, ja, dat hebben we niet meer. Nee. Dus we zijn een soort van uh, zoektocht. zoektocht, een wild goose uh, chase. Na dat logo, ja. ook hier hebben we in onze archieven zitten kijken, ook de vormgevers hebben in archieven zitten kijken, kon het niet vinden. Ja. Op een gegeven moment kwamen we nog een heel oud EPS bestand te mm -hmm. tegen. Uh, heb je die uiteindelijk nog gebruikt of nee. niet? Nee? nee, ik kreeg op een gegeven moment in één keer... Ik heb alles naar mijn uh, vormgeving gestuurd. Uh, Adi van, van Adix. En die zei ineens van... Ah, die cover is klaar. Ik zei, we ja, moeten alleen nog even dat logo. Ik zei, maar die boys die krijgen het nog niet voor elkaar. Die kunnen het niet vinden. Hij zei, nee, nee ik heb het al opgelost. Dus uh, hij heeft eigenlijk die hele cover van 1999... precies zo nagemaakt. Dit artwork wat je op de voorkant oh, ziet... De, wacht, heeft die... hij heeft dit logo nagemaakt? Het logo is nagemaakt. Uh, en stel wow. je ziet het artwork van Raziel. Dat is... Um, zij moesten bij Aspire. Want uh, Crystal Dynamics zit ook bij uh, Embracer. Yeah. En ze moesten bij Aspire echt terug naar die, uh, 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 naar die hele oude faals van, hey hebben wij dit artwork nog uit 1999? En iemand yeah. ergens mailde op een gegeven moment van, holy shit, we hebben hem gevonden. <laughs> dus wat ik moest hem high res hebben, want wij hadden alleen maar een scan van deze cover. Yeah. Dus ik had tegen hem ook gezegd luister, ik heb dat artwork uit 1999 high res nodig, uit jullie eigen fucking kluis. En op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van iemand daar die zo, oh shit man, volgens mij hebben we hem gevonden. Nou, sterk nog, hij mailde, shit, volgens mij hebben we hem gevonden. En stuurde die volledig iets anders door. Ik zo, dit is nog niet Misschien. En toen kwamen ze dus met deze. Dus we hebben die hele oude cover uh, uh, een beetje in het, in, het, in het teken van remasteren. Helemaal opnieuw gemaakt. Die zit op de achterkant. Wow. De nieuwe Raziel staat op de voorkant. En uh, uh, ja, ik, ik ben zelf heel blij met, met het verhaal wat daaruit voort is gerold. Het is dus deels over Aspire, wie ze zijn, wat ze doen, hoe ze ontstaan zijn. En deels ook over die twee games. Ik heb. Bladomen 1 heb ik in de retro-review zitten. Uh, dat is natuurlijk, uh, verhalend gezien, begint het daar. Die staat nu ook op, op PSN. Dus kun je daar lekker spelen. Zeker, zeker. Wat je ook doet. Ga niet op de originele PlayStation spelen zoals ik gedaan heb. Schrikkelijk idee. Uh, maar gebruik gewoon lekker die PSN-versie. Ja. Um, en dus Sorry, of 1 en 2. Dus ik zit helemaal in die Lectie of Kane uh, shit uh, deze maand. Maar uh, dikke shout-out naar, naar de Spiderman. Die, die echt... Uh, die uh, nou echt in, in alles wat ik maar vroeg uh, voorzien hebben. dus dat en dat vind ik het leukste wat er is om als je een cover doet, echt samen te kunnen werken met uh, niet met een pr bureau of of uh, een uitgever die dan een, een key artje stuurt, maar echt direct schakelen met de ontwikkelaars, die ook allemaal fucking psyched zijn uh, en en meteen van joh, heb je het af? We willen het zien en alles was al lang en breed goedgekeurd. Maar ook kun je dit nog even doorsturen? Want ze zijn de studio benieuwd, omdat zij zijn natuurlijk niet een bedrijf dat doorgaans een cover krijgen, want ze doen remakes en ports ja. um, dus nee ik ben ik ben echt uh, laat het nog eens even mooi ziek martin ik ben er uh, ik ben er ontzettend blij mee ik ik, ik vind het heel tof om om uh, um, nou ja, eigenlijk dankzij Assassins dat we even weer iets iets even toch iets anders kunnen doen en ik denk en uniek man ja Dit, dat zou ik zeggen ja. ik denk dat er nog nooit een magazine er nee, is geweest dat een nieuwe game en tegelijkertijd de cover heeft kunnen doen dat is natuurlijk het voordeel van dat we al een jaar bestaan uh, tegelijkertijd ook de cover van van uh, het origineel kunnen plek, uh, plakken op de achterkant dus uh, ja Nee, dat is absoluut wel mijn hoogtepunt. Nou, oh, nice. Heel vet, vet man. het vet geworden. Je mag er trots op zijn. Dank jullie. Dank jullie. Ja. Jacco. Nou, ik weet niet of ik hier nog overheen kan. Ja, vast wel. Joh. Maar uh, Kijk hoe mooi die is. wat is uh, mijn hoogtepunt? Ik denk Arcane seizoen 2. Die is nu uit. En het um, is fucking goed. Sowieso weer. Uh, wat mij betreft is Arcane nog steeds de beste gamefilm ooit. Ik heb er een stuk over geschreven op pu. Um, maar ook gewoon de hele beleving eromheen of zo. Ik denk dat het dat lang geleden is dat ik zo intens een serie heb beleefd met andere mensen. Hij komt zeg maar in drie actes uit. En um, komend weekend komt de laatste act uit. En dan nou, is Arcane afgelopen. Ze gaan wel verder met het universum van League of Legends. Maar um, dit verhaal wordt dan afgerond. Wat... Insane is want het tempo ligt hoog en er zijn nog heel veel dingen om af te ronden. En ik denk dat ze het kunnen, maar het wordt wel hogere wiskunde om, om deze serie goed te laten landen. Um, maar tot nu toe is het fucking vet en um, ja, ik, ik weet je, ik kijk samen met mensen we hebben een soort arkeen praatgroep om theorie uit te wisselen. <laughs> <Arcane> en praatgroep? praat, <laughs> ja, zo, zo heet de groep met, uh, met Duncan en uh, Maarten en uh, Mol. Um, maar dat is fucking leuk. Want ik, het is lang geleden dat ik zo'n serie heb beleefd met andere mensen. De hele dag dat we een beetje memes sturen of uh, Reddit-posts. Weet je wel, met een hele long reads over wat er misschien aan de hand is. En uh, ja, dat vind ik leuk. Hebben jullie gezien, Arkeen? Ik, nee? uh, ik dacht, ik ga seizoen 1 even rewatchen. Ja. Yeah. Want ik, ik ben bijna helemaal met je mee. Ik vind één serie vind ik beter. Dat is Cyberpunk Edge Runners. Alleen ja, die twee, dat, dat ligt echt op een millimeter bij elkaar. Yeah. Um, dus ik dacht, ik ga die season 1 rewatch even snel doen. En toen was die kleine bijna zo, oh wat is dit? En toen ging hij meekijken. En op het moment dat wij dan samen iets kijken, ben ik meteen gebonden aan wanneer hij ze bij mij. Want uh, hij is natuurlijk ook soms bij zijn moeder. Mm -hmm. Om acht uur gaat hij naar bed. Dan is het ook gewoon klaar met uh, kijken, natuurlijk. Yeah. Um, dus wij hebben nu nog twee afleveringen van uh, seizoen 1 te gaan. Oh, 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 en dan kan ik in seizoen 2 oh, 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 oh. duiken. Maar hey, ik ben nice. helemaal met je mee. Dat Arcane is, is, is. Ho holy shit, jongen. De edge-runners heeft mij echt geraakt. En ik vind Castlevania complimenteert die top 3. Mm -hmm. Want Castlevania is qua, qua, dat nou, is echt hogere kunst bijna, die, uh, die vooral het laatste seizoen is. Oh, Nooit oh, afgekeken. Oh. Ik heb denk ik één seizoen gezien daarvan, of twee. Of oh, zo. maar ik moet een keer verder ermee. Ik zou je vertellen wat dus de allerbeste series doen, is dat het seizoen, het volgende seizoen is altijd beter dan het seizoen daarvoor. Ja. Yeah. En er zijn heel weinig series die dat kunnen, want meestal is het eerste seizoen een fucking banger. Ja. Yeah. Dan is twee nog wel oké okay, en dan op een gegeven moment krijg je een dipje en dan misschien trek ze het nog eens een keer recht. Castlevania is, het is oké. Okay. De eerste afleveringen zijn zelfs matig. Ja, het waren de vier eerst. Dus dat was ja. een soort proloog. Ja, ja, ja. En dan is van, oh shit, het, het begint er eens goed te worden. En het derde seizoen is echt, daar zit, daar zit één aflevering in. Die vind ik zo, dat is, ik geloof, aflevering 9, seizoen 3, zeg ik uit mijn hoofd. Maar dat is, dat, dat is echt hogere kunst. Er wordt geen okay. woord in gesproken. Ehm. Um, maar goed, ik dwaal af. De nieuwe Caraveña-serie uh, uh, is trouwens wel uh, uh, meuk. Maar uh, ik ben hem met je mee. Mm. Maar ik, ik moet dus ook even wachten tot Arkane 2 kan kijken. Maar het is... Dus, dus, uh, ja, dat Arkeen gruwelijk is, uh, staat buiten kijf. Ja, doen, man. Ik kan niet wachten tot de laatste drie afleveringen. Het is echt ook zo uh, so fucking mooi. Er zitten een paar vechtscenes in. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het is Lekker, gewoon man. on par met Spider-Verse. Dus uh, dat is ja. mijn hoogtepunt. Ja. Dat vind ik ook. Nice. Goed. Uh, mijn hoogtepuntje... Uh, ik, ben, uh, ik doe dit werk nu denk ik 22, 23 jaar, zoiets. Nou, tel maar een paar jaar bij opdenkingen. Uh, ja, hoor. misschien ook wel. Um, altijd bezig geweest met uh, content maken over videogames, tech, um, op uh, commerciële kanalen. Altijd. En Dat ga is, voor de EO werken. Nee, ik ga, niet, ik ga niet ontslag nemen, maar de afgelopen periode begon het wel een beetje gewoon aan me te kriebelen van... Ik moet me op een of andere manier ook maatschappelijk inzetten of zo. Want we hebben een aardig bereik. Wij, hebben, uh, laatst, nou, wij kijken wekelijks wat we doen. We hebben, uh, de afgelopen maand hebben wij uh, 22 miljoen views gedraaid. Oh ik dacht euro verdient nee. dan moeten we, dan, we gaan gaan. dan moeten wij even gaan praten nee dan 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 had ja. ik hier ook als dat zo was had ik hier niet meer gezeten ja. dan had ik nu lekker op de baarbaarsch. Dus we bereiken echt heel veel mensen echt insane veel vooral ook veel jongeren. Mm -hmm. Daar hebben we best wel veel invloed op en hebben heel veel impact op. Dus ik had zoiets... Ja, Ik moet ook iets. Maatschappelijk doen. Iets cultureels. Misschien iets in Den Haag met, met jongeren of zo. Je wordt minister-president. Nee, ook niet. Ook niet. En uh, toen kwam ineens iets op mijn pad. Ik ben er namelijk best wel mee bezig. Mijn, mijn uh, oudste -zo ouds -zo zoon wordt dit weekend negen. Ik, ik weet dat jou ongeveer dezelfde leeftijd heeft. Mm -hmm. En uh, jij krijgt ongetwijfeld ook de vraag. Papa, wanneer mag ik een smartphone? Ja. Oh, ik weet waar je het tegen gaat. Dat is, een, dat is een topic. En niet alleen bij ons thuis, maar ik... Uh... Wat is jouw antwoord? Nee. Ja, maar ook. Niet. Niet. Maar, maar wanneer je back, joh. Niet. <laughs> Nooit. Dat gaan we ja. gewoon niet doen. Um, um, en dat is een topic bij ons op school. Uh, niet alleen bij ons op school, maar over het hele land. Mm -hmm. En uh, er is een soort van grassroots beweging, is ontstaan ergens in juni van dit jaar. En dat heet smartphone vrij opgroeien. Mm -hmm. Daarbij heb ik me aangesloten Lekker man. Uh, om die uh, boodschap te verspreiden. Om uh, het smartphone gebruik of sowieso het schermgebruik bij kinderen zo lang mogelijk uit te stellen. Ja. En uh, ik heb niks tegen schermen, tegen videogames uh, of dat soort dingen. Ze kijken gewoon televisie bij mij. Ze kijken gewoon Netflix, Disney, Plus, dat soort dingen. Uh, ik speel samen met ze videogames. Uh, ze spelen zelf ook videogames. Helemaal prima. Uh, gewoon afspraken over maken, uh, dat soort dingen. Maar een smartphone met social media erop is echt een no-go voor mm. mij. Want uh, ik doe dit werk nou, na bijna 25 jaar dan, denk ik. En uh, vooral veel televisie gemaakt. En de laatste tijd heel veel bezig met social media ook. En uh, social media is de laatste paar jaren heel erg veranderd. Ja. Het is van, je volgde vroeger een paar personen. Ik volgde jou, ik volgde Jacco, misschien een merk. En dat kreeg je te zien. Maar nu werkt het op interesses. Dus als dat algoritme denkt van... hé, hey, hij houdt van sporten, hij houdt van Formule 1... dan krijg je dat soort video's te zien. Alleen uh, vooral kinderen worden zo'n zo ja. tunnel ingetrokken. En die krijgen shit geserveerd. Die nog helemaal niet voor die kinderoogjes en voor die kinderbreintjes bedoeld is. Waar je oren en ogen echt van knipperen en gaan klapperen. Ja. Dat is insane. Ja. Dus uh, ik heb zoiets van. Ik wil mijn kinderen en het liefst de, de, de kinderen in diezelfde generatie zo, zo lang mogelijk van zo'n uh, smartphone afhouden. En vooral van social media. Want die. Onderontwikkelde. Ja, die, die breinen zijn nog niet ontwikkeld om nee. dat te relativeren en dat ze een onderscheid erin maken. Um, en um, nou, ik ben er dus achter gekomen dat best wel veel ouders met me zijn, maar ook best wel veel ouders daartegen zijn. Dus er is nou een soort van uh, beweging ontstaan uh, van ouders die er wel voor zijn. Die proberen dit verhaal onder de aandacht te brengen bij andere ouders. Dat het nog echt nog niet goed is dat je uh, kinderen van uh, 6, 7. Uh, al een smartphone geeft met toegang tot social media. Mm -hmm. Want yeah. heel veel ouders hebben zoiets van... oké, okay, hier heb je zo'n ding. Ben ik van dat Het dan... idee is dat een groep ouders zeg maar, tegen een andere groep ouders zegt... nee, dat moet je niet doen. En dan mm -hmm. ook, er zijn allemaal wetenschappelijke papers voor. En allemaal, uh, waarom het nog niet verstandig is om dat te doen. Nou ja, wij maken zelf ook veel gebruik van social media. We zijn er dagelijks mee bezig. Voor ons werk, maar ook voor, voor privé. Dus je ziet af en toe ook die ellende zie je er voorbij komen. Mm -hmm. Zo, afgelopen uh, weken waren er natuurlijk reddel in Amsterdam. Dat komt allemaal rauw ja. op, op die platformen te staan. En die platformen houden geen rekening met jouw leeftijd. Ja. Die wil niet kijk... per se aan een kind van zeven gaan uitleggen wat een jodenjacht is. Nee. Nee, dat, nee. Dat, of zijn, waarom er uh, gevochten wordt uh, op, op straat gewoon in, in Nederland? Ja, ja, die zijn er nog helemaal niet mee bezig. En er komt ook een hele andere ellende voorbij. Van, van die Andrew Tate-achtige types. Die wil je helemaal niet aan, aan jongetjes van tien laten zien. Nee. Uh, die, want die krijgen dan, die gaan erin mee. Die krijgen een uh, verkeerd beeld van, uh, van de wereld. Dus uh, daar ben ik me de laatste tijd voor in aan het zetten. En het gaat best wel goed. Die olieflek is zich flink aan, uh, aan het verspreiden over Nederland. En um, daar ben ik best wel trots op of zo. Omdat ik me toch ook een beetje in kan zetten met de kennis die ik heb. With great power? Comes great responsibility. Ja, en um, uh, hopelijk um, uh, volgen meer ouders uh, hierin. En dan uh, kunnen we onze kinderen zo lang mogelijk weghouden van social media. Ik weet op een gegeven moment moet je dat ook gewoon loslaten. Zeker. En je, ook, uh, de, je kunt hem niet naar de middelbare school sturen zonder telefoon. En dan is uh, nee, onderwijs. maar ja, ons plan is om, om hem om nu een, een domme telefoon te geven, gewoon waar hij wel mee kan bellen. Een sms als we dat, ja, 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 dat ja. kan sturen, ja. maar, maar gewoon geen toegang tot social media. Dat het zo lang mogelijk weg Want je merkt nu al dat sommige, nou, we merken het zelf in onze comments op TikTok. Die, 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 die kinderen zijn soms echt heel jong, die zitten op platforms zoals Snapchat, is super gesloten. Je kan niet zien wat ze daar allemaal uitspoken. met wie ze aan het ouwehoeren zijn. Ja, ook uh, dat. Uh, de, uh, dus ja, voor je weten heb je daar ook een fanboy. <laughs> dat, is, <laughs> dat is toch de grootste rommel. Maar, ja. hey, maar wat, wat doe je dan? Wat is je. Wat is je... Wat doe je? Nou, er, is een, er zijn allemaal verschillende WhatsApp groepen. Ja. Uh, er zijn landelijke WhatsApp groepen. En per school zijn ja. die allemaal. Dus je kan naar opgroeien.nl. En daar kan je al die verschillende smartphone. Uh, of al die verschillende WhatsApp groepen vinden. En als jij dit denkt van hé, hey, dit wil ik wel steunen. Er zijn ook allemaal voorbeeldteksten die je kan delen in de um, in WhatsApp groepen van school. Want vaak heb je met klassen een WhatsApp groep. Ja. Zo kan je het gesprek starten. Ja. Uh, en vaak is het uh, gesprek starten is het moeilijkste wat er is. Want iedereen heeft er wel een mening over. En sommige maar ouders. Dat is hele. Kijk, ik ben helemaal met je mee. Ik vind het supergoed. En, en die van mij, de dag dat hij Twitter of Instagram gaat zien, is hij hopelijk boven de 20. Maar. Ik zou dan ook wel weer, als ik in zo'n. Ik zit natuurlijk ook in zo'n zo ouder appgroep van de school en zo. Als daar iemand dan mij even in gaat vertellen. wat wel of niet goed is. zou ik dan ook wel weer iets nee, van. Ja, daarom vinden. moet je het heel veel. Ja. Terwijl ik wel helemaal mee ben met de ja. boodschap. Maar ik heb niet nodig dat uh, trusje van uh, de moeder van Katrien. Uh, mij gaat vertellen wat, wat wel of niet goed is nee, in zo'n hey, app. Uh, hoe, uh, hoe wij het dus nu doen. Wij, wij, um, wij beginnen dus zo van: hé, hey, uh, onze kinderen zijn allemaal een beetje dezelfde leeftijd. En uh, nou, mijn, mijn oudheid, in die vroeg laat van: hé, hey, wanneer krijg ik een smartphone? Ja. En. Uh, en dan begin je gewoon het gesprek van, hey, um, krijgen jullie ook deze vragen? Zullen we misschien een keer samen afspreken op een avondje om te kijken hoe we daarmee om moeten gaan? Ja, dat lijkt me goed, ja. Uh, dus zo start je een beetje het gesprek, zodat mm. je gezamenlijk kunt optrekken. En vaak is het zo, uh, ouders maken vaak de beslissing van, hey, uh, Raf, die heeft een smartphone. Uh, en Dex, uh, ja, die kan daar niet achterblijven. Ja, dus ik geef het een Dus ja. het is vaak de groepsdruk. Ja. En um, wat dus is onderzocht, is uh, die groepsdruk verdwijnt. Als uh, 20% van de kinderen in een klas geen smartphone heeft. Ja. En 20% denk ik, nou, dat is niet zoveel. Maar dat zijn ook maar zes of zeven kinderen. Dat zijn ja. helemaal niet zoveel kinderen. En dan kan je dus die uh, groepsdruk al wegnemen. Hm. Um, dus ja, je hebt er niet veel voor nodig. Maar ja, het gesprek moet wel gestart worden. En ik uh, ga dus. Uh, um ik word spreker op scholen. Dus ik ga uh, bij nee, scholen. En ja, dat doen. hoop ik met mijn achtergrond die ik heb ja. en mijn, mijn kennis van die platformen, ga ik spreken op scholen. Uh, gewoon een ouders uitleggen van hey dit zijn de platformen, dit zijn de social media platformen. Dit kan je erop tegenkomen. Zo werken die algoritmes. We zullen ook games in meenemen. Uh, want uh, uh, het worden heel veel free-to-play games gespeeld door kinderen. Mm -hmm. Roblox, uh, Fortnite. En uh, uh, vooral heel veel Brawl Stars. En dat is fijn, want die games kosten geen geld. Je geeft je telefoontje af en ze gaan lekker los. Alleen die games zijn um, waar we wel rekening mee moeten houden. We, we sturen onze kinderen ook niet een casino in. We, we geven ze ook nog geen alcohol. Maar die, dus vooral die je, le, je leert ze de, 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 de endorfine binnen twee seconden moet binnen twee seconden komen, of het is niet de moeite waard. Ja, nou ja, die, die, vooral die free-to-play games zoals een Brawl Start, die zijn echt opgebouwd als online casino's. Ja. De muntjes vliegen je om de oren. En ja. uh, daar moet ook gewoon een vorm van bewustwording bij zijn van hey, weet wat je je kinderen geeft. Uh, dus daar ben ik me Goed. mee bezig. En het komt nu eindelijk, komt echt van de grond. Er was de uh, laatste van de week was er ook een mooi gesprek in, uh, in um, op uh, Nederland 1, in die talkshow Barlaat, uh, Waar ook wat mensen uit deze groep uh, daaraan spreken waren en prettig uh, te leven. Dus dan ben ik Wanneer ga je bij Zap uh, aankondigen? ja bij niet want het is vooral voor ouders uh. ja oké okay. ja, hallo ik kom jullie smart vanaf nemen. Ja. <laughs> al die kids ja, Hoi, ik in ben van, die... uh, Martin van TikTok kom even vertellen TikTok kom even vertellen of? dat uh, TikTok kut is nou ja ook um, er was laatst dus uh, Er zijn allemaal rechtszaken tegen TikTok en mm -hmm. ook in Amerika en er was een intern uh, document van TikTok kwam daar naar voren ja en uh, TikTok weet dondersgoed wat ze doen en welke impact ze hebben ook op uh, deze Sorry. jonge breintjes uh, in dat document staat gewoon uh, dat TikTok, het platform, heeft 35 minuten nodig voor een, nieuw, voor een nieuwe gebruiker om ze, let wel, verslaafd te maken. 35 minuten. En hm. mensen openen gemiddeld deze app 10 tot 11 keer per dag. Ja. En die gaan dan, doom, zitten scrollen. Die, ja, als het platform is, gewoon, is het alleen bezig met jouw aandacht vasthouden. Dat is enige doel van de platform. Ja. Yep. En die, vooral met jonge kinderen moet je daar gewoon nog heel erg voorzichtig mee zijn. Als jij een avondje lekker wil scrollen op je telefoon, prima, moet je helemaal doen. Alleen kinderen moeten nog echt met andere dingen bezig zijn. Dat brein is nog zo'n ontwikkeling. Dat moet uh, boekjes lezen, moet lekker buiten spelen, lekker af en toe videogames spelen, maar vooral contact maken met andere mensen om hen om, om heen. Zeker. Ik denk dat ik ook wel de lul ben, besef ik me nu, qua verslaafd zijn aan die ik, shit. Ben je op TikTok, ik ben 100% ik ben 100% verslaafd aan mijn smartphone ja. als ik, ja. ik heb zelfs als ik mijn tanden sta te poetsen pak ik dat ding aan mijn broekzak en zit ik weer op X te kijken ja. ik wil wel de kanttekening maken dat zeg maar een platform op zich inherent gezien niet mensen zomaar verslaafd kan maken als in uh, bijvoorbeeld nicotine dat wel kan maar ik snap dat voor kinderen hoe bedoel je een ander. nou ja als je gaat als je er is veel onderzoek gedaan ook nee, naar ja, maar weet... misschien moeten we even duiding geven jij bent hierop afgestudeerd toch ja, uh, yeah, ik nou, heb dan entertainment. Je, dan mag je niet mee praten. Dan, wordt het, dan, <laughs> dan klopt alles nee, wat nee, je zegt. Kijk, Er wordt vaak geroepen, games zijn verslavend, social media zijn verslavend, maar. Als je, zeg maar, social media pakt en je stelt iemand daar 35 minuten aan bloot, dan is hij niet verslaafd. Dat kan niet. Er zijn allemaal andere factoren die samenhangen met je persoonlijkheid, met de omstandigheden. Maar dit is wat TikTok zelf zei, hè? In hun Klopt, eigen ja, dag. Ja. ja, daarom vind ik dat ook stom. Ik, dan... ja, met mijn persoonlijkheid is 35 minuten veel. <laughs> ik heb doorgaans 5 minuten nodig om me te Ja, en, en, en dan kun je zeggen: van wat, wat is verslaving dan? Want het, verslaving is eigenlijk een, uh, een, een, een cleanse iets. Daar heeft de World Health Organization een. Uh, een, een, een soort stappenplan, een definitie voor opgesteld. Dus ja. uh, dat iemand niet zomaar van, ik, 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 ik mis social media. Ja, dat als je veel op je telefoon zit, betekent niet dat je verslaafd bent. Maar in de context van kinderen, snap ik dat we heel voorzichtig moeten zijn. Hm. Dat, ja. ja. Nou, dus dat, dus dat is eigenlijk mijn hoogtepunt. Dat, het, uh, dat ik iets heb gevonden waar ik me maatschappelijk voor kan inzetten nice. en dat dat attractie krijgt. Dus uh, denk voor een goed doel ook. Nou, dat vind ik heel ook. goed. Ja, ja goed, goed bezig. Terug naar de computerspelletjes, ja. um, want uh, we nemen dit op op dinsdag wordt uitgezonden op donderdag misschien. Kijk je of luister dit je wel later. Alleen er komt vanochtend het nieuws naar voren dat Sony zou in gesprek zijn om de Kadokawa Corporation over te nemen. En dat is uh, onder andere de of zij zijn de huidige eigenaar van uh, de Elden Ring ontwikkelaar From Software. Ja, en, en niet alleen dat, Ze ook meer nog hè? Spike Chunsoft. Yep. Ja. Uh, ik ken ze alleen maar als die mensen die dan een romp uitgeven en dat soort games. Dragon Ball, games. Sparking Zero, Jump Force. Ja. Yeah. Ook gruwelijk is Acquire zit daar ook bij. Tenshu, Mario en Luigi Brothership. Die zijn van Auto uh, Traveler 1 en 2 en van Super Mario en Luigi RPG. Wat zijn nou Tenshu? Tenshu is van hun en Mario en Luigi really? bro Brothership. Oh my fucking god, dat wist ik niet eens. Ja. Ja, het heeft even, even, even stil geweest rondom um, de acquisitietalk. Uh, maar daar zijn we weer. Ja. En niet zomaar eentje. Jezus Christus. En ja, want ze hebben als laatste Bungie en Housemark gekocht volgens mij. Nou, Housemark is echt wel lang geleden. Ja, oké. Okay. Maar dit jaar was Bungie toch? Bungie, uh, toen hebben ze iedereen ontslag. En ze hebben Bungie. En daar is inderdaad, nou, of ze Bungie gered hebben of juist niet. Dat is nog een <laughs> beetje de vraag. Ze, ja, ze hebben voor, in ieder geval een Jesus. kat in de zak gekocht. En het lijkt erop dat ze dat, dat de reden dat Bungie nog staat, eigenlijk dankzij PlayStation is. ze hebben natuurlijk ook Firewalk gekocht. Concord. Nou, mm. hoeven ook niet uit te leggen hoe dat gegaan is. Die Nio of Neon Koi studio hebben ze gekocht. Die hebben om precies zijn, nul games uitgebracht voordat ze allemaal uh, de laan uitgestuurd uh, werden. Ja, waar, ja. Dus allebei die studios zijn laatst gesloten afgelopen maand. Um, ze hebben dat uh, Haven nog natuurlijk van uh, Jade Raymond. Is dat allemaal nog? Ja, die bezig? hebben ze opgericht. Ja. Ja. Ja, ja, opgericht of, of geïnvesteerd. Heeft zij hem opgericht en zij, zijn zij toen meteen ja, okay. erin yeah, sprongen yeah, yeah. Ook nog een beetje de vraag. Um, ik heb het idee dat ze met Bungie wel zoiets hadden van... Oh, fuck. Dat is misschien even te rigoureus geweest, te snel. En eigenlijk, ik kan me niet aan het voorstellen... Dat, dat ze alleen maar geld heeft gekost. Dat is natuurlijk een, echt een, een, een failure eerste klas, die hele aankoop. Um, en bij Microsoft, die waren druk bezig met Activision... en dat allemaal afronden. Dus die moesten ook eventjes zich gedijst houden... En ik dacht van, hey, misschien zijn we eruit, misschien hebben die gasten doordat het niet allemaal de heilige graal is om die bedrijven op te kopen. Ah, en dan eet je dit. En als je het dan over FromSoft hebt, dat is er wel eentje. Ja. En ze ja. hebben natuurlijk al heel lang een aandeel in FromSoft, uh, uh, maar dat is een, een relatief klein aandeel. Of in, de, in, de, in dat Caddo-Kaba, uh, dat ja. ik het goed zeg. Um, en ik weet ook niet of dit uh, de Sony uh, welke groep van Sony dit is. Dus zou die dan onder studio's vallen? Of zou het een, een uh, net als Bungie zeg maar eigenlijk een, een vertical worden? Waardoor je uh, je ook niet echt zo hoeft te maken voor over platform exclusiviteit? Ja, Sony Group Corporation. Die ja. zou gesprekken hebben om uh, deze over te nemen. Maar ze hebben dus al 2% aandeel in dit bedrijf. Ja. En 14,09% aandeel in From Software. Dus ja. ik, als je zeg maar kijkt en naar... En zit er ook nog eens vrij dik in. Uh, klopt, ja, yeah, yeah. ja. Maar als je, als je kijkt naar zeg maar Sony's strategie... want ze zijn naast games zijn ze ook aan het uitbreiden op andere dingen. Ze hebben ook die eigenaar van uh, Crunchyroll gekocht. Ja. En uh, waardoor ze nu ook, uh, wat was het, de Demon Slayer en zo hebben dat daar verdienen ze ook best wel wat geld aan. En uh, dit bedrijf schijnt dus echt een Japanse reus te zijn als het gaat om. Uh, media publishing. Ja. Ze doen uh, niet alleen games, maar ze doen ook heel veel uh, films, uh, manga, anime, series. Uh, dus ik vind het een best wel een logische overname ook. En dan is het bijna een soort van zij effect dat From Software daarbij hoort. Ja, ik snap wat je bedoelt. Als gamers kijken wij natuurlijk naar de wat Ik kwam er net dus pas achter, vlak voorop ik op ging nemen, dat dus ook Acquire bij hun... Ja, de, ja, de, komt dat wist ik niet Ja, uh, de, de, Dat de, ja, dan noem je ook even iemand. Maar Ah, het, mijn eerste gedachte toen ik het las, zeg maar. En ik las alleen even de headline. Dus ik dus heb eigenlijk nog geen tijd gehad om erin te duiken. Maar ik dacht wel, weet je wat het is. Ik vond het zo prettig altijd dat zo'n from software was echt zo'n entiteit buiten al die fucking yeah. uh, uh, platformen. Yeah. En die, 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 die strijden met elkaar. En, en ik moet zeggen dat, dat er zijn van die, van die bedrijven, denk ik, weet je, Bluepoint bijvoorbeeld. Dacht ik, ah oh yes, die, dat die persoon niet horen. Dat is, ik vind het zo'n vette studio. En die, uh, op die manier krijgen ze toegang tot zeg maar, het materiaal van, van PlayStation of andere grote IP's. Yeah. Uh, waardoor ze hele vette remakes kunnen gaan maken. Dus ik ben blij om te zien dat zo'n studio. Opgenomen wordt. Hetzelfde geldt voor uh, uh, bijvoorbeeld Ninja Theory. Ja, wa wat hadden die, waar waren die geweest als ze niet door Microsoft overgenomen waren? Yeah. geen idee. Hetzelfde geldt ook voor die gasten van Benno Saga, die Stoic Studio. Nou heb ik nul interesse in die nieuwste game van hun, maar ze allemaal van die studios van ik denk van: hé, hey, ik weet niet waar jullie nu geweest waren als jullie je niet hadden mogen aansluiten bij Papa Microsoft of Papa PlayStation of Papa, welke andere grote uitgever je dan ook overneemt. Yeah. FromSoft als Losstaande entiteiten vond ik altijd wel lekker. Die hoeven zich, geen, wij hoeven ons niet zorgen te maken van, hey, als die niet overgenomen worden, krijgen we geen Eldering 2 of nee. noem maar iets. Dus dan denk ik van, ja, ik, ik snap dat er een hele hoop dingen achter zitten zoals jij net uitlegt, maar ik vond het altijd wel een geruststellende dat het Fromsoft lekker frontsoft was en niet meteen al oh, kamp PlayStation of kamp dit of dat. En aan de andere kant dat Kadokawa is, is al ook is ook een uitgever in die zin natuurlijk. Maar ik weet niet man. Ik vond het altijd wel lekker. Dat zij een beetje de, de ja, punkrock kun je het niet noemen. Want het is de meest mainstream shit die er is tegenwoordig bijna. Als je, als je kijkt naar de site van Elden Ring. Maar ik vond het een yeah. fijne gedachte dat zij gewoon een op zichzelf staand ding waren die zichzelf prima kunnen managen. Alleen maar goede besluiten maakt. Ja, wil je daar in één keer een, een andere besluitvormer boven zetten. Yeah. Want Bungie mocht zogenaamd ook alles zelf blijven bepalen. Nou, we zijn een jaar verder. Iedereen is eruit PlayStation, die neemt de boel over. En nogmaals, ik denk het gewoon van Bungie dat. Het Heel positief kan zijn. De gasten daar gewoon naar binnen gelopen. Die hebben gezegd: Hé, hey, ik weet niet wat jullie hier aan doen zijn. Maar dit is echt fucking waardeloos. Jullie verdienen geen geld. Jullie maken vlies. En alles is daar zo'n beetje een ramp. Zoals ik het een beetje meekrijg van, van insiders en, en van buitenaf. Ja. Um, dus het kan goed uitpakken. Maar FromSoft lijkt me nou niet het bedrijf dat het nodig heeft. En dan zit je als gamer wel van: Ja, wat heb ik hier aan? Waarschijnlijk geen reet. Nee. Ja. ja, er blijft ook steeds minder over. We hadden het ja. al toen Microsoft al die studios ging opkopen. Toen gingen we kijken, nou. Als die deal doorgaat, wat, wat blijf je dan nog over? En dan werd From Software ook genoemd. En um, die Hitman Studio. IO Interactive. IO Interactive. Dat soort studios zijn er steeds minder. Um, ja. Die, ja, ik weet niet of het er beter op wordt. Ook, ook met ja, dat, dat verhaal van Bungie is zo tekenend. Van hé, hey, we nemen Bungie over. En heel veel mensen, hun posities worden geëlimineerd. Zoals ze mm -hmm. toen zeiden. Wat altijd gebeurt bij de overname. Dus daar zit je, ja. daar zit je al mee. En, uh, terwijl From Software was volgens mij dit jaar uh, uh, misschien wel de enige die positief in het nieuws was. qua werkomstandigheden. Ze zeiden van: nee, nee, nee. Wij, wij vinden het echt heel belangrijk om iedereen binnen boord te houden. Sterker nog, iedereen krijgt salarisverhoging Ja, maar <laughs> dat doen ze heel vaak in Japan omdat ze gereed verdienen. Dus ja? dat, okay, zegt, nou dat ja. zegt hij niet zo heel veel, maar dat doen die zo, Capcom, ik heb Capcom, alles ik heb komen, alleslaatste, 10% omhoog. <laughs> wow, wow, en die is zo, ik heb het met Genki ook al eens over gehad, die zegt van ja, set omhoog, dat betekent dat ze nu beleg kunnen kopen op hun brood. <laughs> ja, dus okay. dat, dat, dat ligt net iets anders dan dat wij in Nederland zeg team 10% omhoog zouden krijgen. Yeah. Maar, ik ben uh, wel bang dat From Software dadelijk wordt overgenomen en dat ze dan zeggen, oh nou ja, die mensen hebben we niet meer nodig, die gaan we nu... Uitgooien. Ja, nou ja, qua ontwik kijk, als je Fromsoft daarover neemt en je gaat daar zitten, zitten snijden. Ja, dan, dan ben je het verkeerde adres. Ik ja, denk, kijk nee. dat je daar. Je hebt er ook allemaal afdelingen zoals misschien QA. Een, 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 misschien hebben ze een eigen marketingafdeling. Dat, dat zal het Kadokawa. Kado zeg ik dat is het Kadokawa? Kadokawa. Kado ja. Kado dat zullen ze allemaal, neem ik aan, niet zelf doen. Het, maar als jij in, in Fromsoft aan de ontwikkel, aan de creatieve kant, als je daar gaat zitten kloten, yeah. zo. Ja, dan. dan, dan als je daar, als je niet snapt dat je daar met je vanaf moet blijven, dan dan moet je gewoon heel vaak bij die gasten uit de buurt blijven. Ja, dan snapt Herman toch ook wel. Nou ja, weet je, wat laten we heel eerlijk zijn, wat snapt Herman van Concord? Maar was hij daar echt bij betrokken? Ja, dat, dat is de vraag. Maar goed, hij, hij, het was niet dat hij geen baan had toen ze te, op het moment ze die studio kochten, was hij natuurlijk al worldwide Studios hoofd. Zeg ik uit mijn hoofd. Ja, denk ja, dat ja dat... hij was in principe zijn, of, zijn functie volgens mij. Of misschien is... Ik, ik denk uit mijn hoofd zou ik zeggen 2019 dat hij uh, uh, studiohoofd werd. Ja. Uh, van Worldwide Studios. Um, en ook al was hij dat op dat moment nog niet. Dan heb je nog steeds heel lang de tijd gehad om te kijken. Hé, hey, wat gebeurt daar? Ja. Natuurlijk heb je een, een, een Jim Ryan. Natuurlijk zet die voor een groot deel de lijnen uit. Um, en wij kunnen dat niet inschatten. Misschien heeft hij vanaf het begin af aan gezegd van... Hé hey jongens, dat kon ik Ik zie het niet zitten. En zei Jim Ryan, ja, ik wel. En uh, doe gewoon je eigen ding. En je yeah. met je eigen studio's. Maar dit gaan we doen. En is hij degene geweest die snel heeft gezegd van daarna de stekker eruit. Want ik kon goed, grootste failure alle tijden, denk ik wel. In gaming. Yep. Het, het, het positieve randje eraan is dat ik heel blij ben dat ze echt na wat was het twee weken al zeiden. Oké, okay, we trekken de stekker eruit. In plaats van dit. Maar te blijven reanimeren. Want het was gewoon. Natuurlijk kwam al als een lijke uh, de markt op. Yeah. Um, ondanks dat ik het me best vermaakt heb met die game. Maar ja, ik positieve er ook aan was, ze hoefden geen gat te graven in de woestijn, om al die kopietjes in te gooien. Dat scheelt weer, en ik heb er snel nog een gekocht. Maar ik denk dat we op moeten passen met te makkelijk zeggen: van, Oh, hem en begrijpt het wel, omdat we hem Het we kennen hem een beetje. Je hebt ik ook hier en daar wel gesproken hebt. Is Hij nou al jaren aan het roer gestaan van een hele grote ontwikkelstudio. Ja, precies, dat ook zeggen. dat 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 telt allemaal zijn voordeel. Ja. Dus daar, daar kwam mijn opmerking een beetje vandaan. Want hij is gewoon, Gorilla is hij van het begin bij betrokken geweest. Ook daarvoor was hij nog, ik weet niet meer precies hoe het bedrijf heette. Hij punt. zat bij Los Boys en Lost Lost heeft Boys hij vanaf Los Boys heeft hij Gorilla ja, afgesplitst. En, en dat groot was gemaakt. toen heel klein. Dat is groot geworden omdat ze talentvolle mensen hebben aangetrokken. En die talentvolle mensen die hebben die producten, die softwareproducten gebouwd. Dus hij denkt dat hij wel eens weet van in de basis heb je gewoon talent nodig om iets moois te kunnen maken. Ja, zou je zeggen. Al die dingen zou ik inderdaad zeggen. Ja. Alleen, ja. ik zou ook niet zeggen dat, dat met zijn functie... dat een, een, een concord kan gebeuren. Ja, dat maakt allemaal als een keer uit. Geloof. Ja, nee, maar dat is het hele... En ik, ik zal je heel eerlijk vertellen, zelfs... Kijk, hadden wij de stekker uit Concord getrokken... als we drie jaar geleden achter de schermen daar gezien hadden wat het was... Want je kunt er ook naar kijken van... Oeh, stel, stel dat het aanslaat. Ja. Uh, ja ik, ik weet niet of je zo snel kunt zien... Overwatch kwam uit in 2015? 16. 16. 16? Yeah. Ja, als de Concord toen uitkwam, was het denk ik wel... Een ja, gewest. nee, maar ik bedoel... Maar drie jaar je later je kunt, zeg maar, als je... Wat Martijn zegt, je kunt een fout maken. Nou is dit wel meteen een monumental de <laughs> ja. Alle tijden. Um, maar goed, nou... Ik wil me best voor de van twijfel geven. Alleen, ik, ik, we moeten ook wel waken om heel snel te roepen van... Oh nee, maar hem zit erachter. Dus komt wel goed. Ja. Wat met Bungie is het ook echt berg... Het is echt, daar is echt geen reet meer van over. Als de marathon... Ja, Destiny is, is weg. Weet je, Final Shape was dope nog, maar de lightfall was, was, was een ramp. De Final Shape was heel vet, alleen daarna was er ook... Dat was ah, het einde van de 10 jaar saga. Nee jongens, einde van Destiny. Sowieso was het ook een beetje een brak Playstationjaar, toch? Dit jaar? Als je eerlijk bent. Astrobot, fucking vette game. Final Fantasy is dan third party al, maar wel exclusief op Playstation. Maar verder... Ba zeg je nou dat dit jaar een brak PlayStation-jaar was? Ja, vond ik, vond ja, ik van het wel. Het helemaal gek, joh. Black Myth, Wukong. Stellar Blade. Ja, oh. Alleen op PlayStation te spelen. Astrobots. Net als Final Fantasy 7. Je hebt Astrobot gehad, inderdaad. Wat in ieder geval een, een publiekslieveling was. En misschien wel een Game of the Year. Helldivers 2. Ja, ja goed jaar, Ik ja, vond het ook. geen uh, gek jaar. Uh. Ja, maar dan heb je zo'n Concord. En dan heb je Bungie. En heb je. Ja, maar dan heb je Bungie. Bungie heeft wel Final Shape afgeleverd, die fucking gruwelijk was. Was het vorig jaar alweer? Nee, was dit jaar toch? Ik heb ja, idee, was dit jaar. Yeah. I don't know. Voor mijn gevoel mist er iets of zo, man. We moesten het aan het eind van jij ben, jij mist jij een een grote first party. Ja, ja je mist L een uncharted, een ja. uncharted en een ja. Ghost of uh, yote. Ja, ik weet niet, man. Ik heb echt zoveel lijpe games om te spelen. Uiteindelijk welke studio's er dan uitkomen maakt me dan toch minder uit. Nee, graag ik snap een wat je bedoelt. Je record. mist zo'n zo Spiderman 2 en uh, zo'n zo klapper waar echt de hele wereld zo even uh, naar omkijkt. Ja, en dan uh, zo'n PS5 Pro komt uit en dat is dan toch ook weer, weet je, we merken gewoon dat sentiment. Hij zal vast verkopen, maar het sentiment eromheen is gewoon niet nou, fantastisch, omdat nou. hij zo fucking duur is en je hebt nu die controverse met dat games er soms slechter uitzien door die upscaling, um, slechter dan op een base. PS5. Ja, je, er zijn Ongelijk. wat problemen in uh, games als uh, Star Wars en uh, Dragon's Dogma en um, uh, Dragon Age. Um, dus ja, ik heb ja, het is misschien heel erg up en down of zo. En aan het begin van het jaar zat ik ook echt te wachten: oké, okay, wat gaan we doen met PlayStation dit jaar? Want je had wel Rise of the Ronin. Ik denk dat iedereen die game was vergeten. Stellar ja. Blade vond ik wel cool, maar ook niet echt dat je zegt: dit is een mm. PlayStation. Stellar Blade vond ik wel echt heel ja? ja? Ja, ik vond hem wel leuk, maar niet, ja. Niet, niet, ik niet vond die Blackbeard je... Black Hugo Kong, als je kijkt wat die doet, dat, dat, dat denk ik. Oh, ik heb speciaal gewacht tot die PS5 Pro. Het is voor ik verder ging. Het vreemde was dat die Combat vond ik niet heel hype in die game. Terwijl de rest van de game wel weer heel hype was. Maar nee, okay. ik, weet, ik denk dat je als PlayStation-bezitter een, een heel mooi jaar hebt gehad. En ik hoop dat je geen 40-piek aan Concord uit hebt gegeven. Wat of ik wel, wel heb gedaan. Wel, Nadat de stekker eruit heb getrokken. Want de toen heb ik hem zit. meteen ja. besteld natuurlijk. Ja. ja in okay. de collectie. Maar. Ja, maar je had ook Until Dawn. Die, had, die, had ook, die was buggy. Terwijl het een fucking. Die deed, nog, was. Die deed nog slechter dan, uh, dan Concord, hè? Ja. ja. Maar dat was echt. Er is geen. Ik had het reviewtje in de puur. Heb ik nog gewoon een één gegeven. Zo van. We hebben dan vijf van die icoontjes die dan. Ik zo, yo, ja, 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 er okay. is geen enkele reden op deze wereld. Ja. En ik zou je vertellen. Maar er waren minder spelers die game aan het spelen. dan uh, Concord. Minder dan acht dus. Ja. Nou, nou, zeven. Ik ken, ik ken er één van. Mijn vriendin heeft hem spelers. helemaal uitgespeeld. Ja, nou ja, wat Jack al zegt, zo'n broertje-game. Die ons game wel meer. meer spelers dan until ja. dan. Dat is toch sick? Ja, ja. Dat, is, dat is... Maar dat is ook wel... Ja, het, mijn, mijn vriendin heeft hem uitgespeeld. Dus ik wilde wel even ook... Ik heb meeste kijken. Dus ik wilde ook even het uh, einde checken. Waarin ze Antwoord dan twee... Um, zeg maar... Uh, teasen. teasen. Ja, ja, ja. Wat echt legit trouwens wel tof is. Ja, oké. Okay, ja, ja, en zij vindt hem geweldig. En ik dacht alleen maar... Ik bedoel, ik heb een code gekregen van PlayStation. Uh, uh, en ik heb natuurlijk het reviewtje ook gedaan in het magazine. Maar ik zat alleen maar te denken, er zijn mensen die hier gewoon, die misschien niet beter wisten, die hebben 60, of 70, weet ik hoeveel die kosten uitgegeven. Voor 1999 heb je gewoon de PS4-versie die ja. net zo goed is. Ja. Bij Horizon kan ik nu snappen dat je denkt, ik maak die upgrade, want het, dat ziet er echt. Op de Pro is die, die remaster fucking shit. shit. Ja, dit is echt niet normaal. Niet normaal. Maar die Dawn, jongens, kom maar, dat is echt. Jezus. En gaan we nu dan uh, Bloodborne uh, Remastered krijgen eindelijk? Ja, voor voor 80 euro? Ja, die konden ze altijd al maken, dus. Wat die, die gaan nu Dark Souls doen, blijkbaar? Dark Souls 3 is uh, ook ja, in Dat vind ik zo gek geruch. gerucht dat ik het niet eens kan geloven nog. Niet? Nee, ik snap niet waarom 3. Ja, het is makkelijker misschien. Die is recenter. Ja, maar. Ja, ik weet niet, man. Vind ik zo onlogisch. 3, ja, Het is wel zo'n greatest hits. Dark Souls Game, maar. Hé, hmm. hey, als we gaan kijken naar de grootste releases van deze week, dan hebben we er, denk ik twee. Eentje is Flight Simulator 2024. Groot fan, zie ik al, zie je knikken. Ik uh, hou wel van om, om even heen te vliegen ja, als ik op vakantie ga. Maar je kan nu ook landen, hè? Oh, nee, uitstappen. Daar hou ik niet van. Gewoon, je kan... Het is geen landing simulator, maar <laughs> nee, het kan wel. En uh, vergis je niet, die shit is zo freaking populair. O, ja, dat weet ik, ja. Ja, het is echt insane. Het is net een uh, tactics game in Duitsland. Ja, maar wat ik wel weer gek vind, is dat we geen review codes hebben gekregen. Ja. Nee. Jacco vindt er heel veel dingen van. Net als ik. Van review codes krijgen tegenwoordig. Oh ja. Nee, ik dacht dat je ging zeggen, ik heb wel wat gekregen. Maar nee, ik heb niks, oh, nee, niks nee. gehoord ook nog. We hadden gevraagd, maar. Ik heb wel, ik ja. heb met mijn Microsoft contact gehad. En die zei van, we hebben echt geen idee. Ja. Dus, oh, okay. uh, ja hij is nu uit op Game Pass ik misschien uh, Game Pass heeft wel een hoop ik dit is ook het eerste jaar dat ik de, dat we op de Call of Duty release party geen geen codes meer naar huis kregen nee dat stond gewoon Game Pass maar dat is de hele ding <laughs> zo'n brief Microsoft ze met codes zo van joh uh, best I Can Do vaak is, is een Game Pass code uh, nou, dat, dat heb je al als je zeg maar over die games moet schrijven uh, het werkt ik, ik, ik krijg, krijg jij, jij weet het beter dan ik natuurlijk want ik heb ze nog niet zo heel veel meegemaakt aangezien ik zeg maar, de zomer begonnen ben en mm -hmm. ik niet zo 1, 2, 3 en Microsoft-exclusive kan noemen. Een first-party Microsoft-game die uitgekomen is sinds ik het magazine doe. Yeah. Dus het, hoe doen ze het normaal gesproken met, zeg maar, de, de ja, first-party-codes? Uh, ja, krijg je ja. gewoon wel ruimte. Ja, van boven, Hellblade, Age of Empires. Oh, Oké, okay. we gaan net even... Uh, even ook ruim van tevoren. Ja, ja. Ah, ja. oh, nee, ja, ja, daar dat zijn dat ze heel goed dat, in, Dat, ja. dat uh, heb ik dus nog niet uh, kunnen... Kunnen ervaren, maar dat is wel goed om te horen. Ja, dus daarom was ik een beetje verbaasd. Want dit is toch wel een van de grootste releases van het jaar. Ik denk ja. dat echt heel veel mensen die game gaan spelen, uh, vooral ook op pc. Um, dat nou, we geen. Codes maar wie, dat bereik jou, wie bereik jij nou die niet al van plan is om Microsoft Flight Simulator te kopen? Ja, ja je kan laten zien hoe vet het is. En dan ja. denk ik misschien oh, hey, dit moet ik ook doen. Dat deed ik vroeger altijd, ja. weet je. Dat je bij die vorige ook, 2020. Ja, ze, ja. ja, ik ben heel benieuwd. Maar ik heb, ik heb liever op tijd een Hellblade 2 code dan een, een, een Microsoft Flight Simulator code. Uh, en je... zij hebben dat denk ik ook liever als ze zouden moeten kiezen. Ik weet het niet, man. Als je kijkt ja? naar uh, wat uh, de cijfers op de achtergrond doen qua, qua traffic op onze platform. Ja, oké. ja, de Flight Simulator, die gaat er tien keer overheen. Ja, dat denk ja, ik ook wel. We zijn ja. er met traffic bezig, jongens. Nou, 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 dat ja, is maar passie, dat, is, dat is ook gewoon... 35 seconden op en je bent verslaafd. Uh, ja, nee, maar dat is wel een ding. Dat is toch, het is toch waar mensen mee bezig zijn. Die zijn toch benieuwd naar die game. Van, hé, hey, moet ik daar mijn geld aan ja. uitgeven? Ja of nee? Ja, nee, ik snap al dat soort dingen. Alleen, als, als ik Microsoft wat dan zou ik liever, zeg maar... En, en, dan denk ik, Microsoft Flight Simulator, die groep, die, die hebben we al bijna. Net zo'n FIFA of een Call of Duty. Hmm. Um, dan, dan, ja. Niet, ze hoeven trouwens niet te kiezen. Dus het is echt een super dom voorbeeld. Hè. Dus, nee, ze moeten gewoon... Uh, jammer dat ze geen reviewcodes hebben. Ja, ze moeten gewoon ja. die codes met ons ja. delen. Kunnen en, wij oh, ons uh, publiek informeren. Ja. De andere release, ook Xbox. Stalker. Ja. ja. Die hebben we alleen nog niet ja. gespeeld. De, de, ik niet. Die nee. wordt nu gespeeld. Die wordt nu gespeeld, ja. Niet door ons En Review Embargo is voorbij. Cody zei, ik denk dat ik hem wel op tijd heb. Dus misschien dat jullie hem nu kunnen lezen op uh, pub.nl. Grades is er volgens mij. Nee, Marvin nee, is er, zeker er bezig. Nee. Maar ik durf niet niks te zeggen over de kwaliteit van die game. Nou, ik heb nee. hier een quote. Mag je die al geven? Wanneer is Review Embargo mag, afgelopen? Woensdag. woensdag. Hij komt oh, okay. kom woensdag uit. Ja. Dus, okay. yeah. um, Kamal zegt... Hi Simon. Ja, de game is best goed. Hoi oh, Simon. Ja, ik zei Simon... Jij vroeg die, toch... Uh, ja, jij vroeg, oh, vroeg toch een ja. ja. Dat is heel ja. verwarrend. Ja. TLDR. Het is gewoon de oude Stalker... maar nieuwer, mooier en minder clunky. Nee, Het man. is wel een beetje buggy en unoptimized... maar dat was te verwachten. Ik verwacht ergens wel dat de game op Steam... daarom mix reviews kan, reviews kan krijgen. Omdat de Stalker games de laatste jaren... voor populair waren... Door mods als Anomaly die het een meer een militaire sim maken, terwijl Stalker meer een horror survival ding is. Dit is een review meteen. Ja, maar ik denk wel dat die game Man op dag één een gigantische patch krijgt. Ik, ik zou goed kunnen ja. Ik, ik kan een, een, een heel klein uh, kijkje in de keuken hebben. Ik ik heb heel veel met 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 uh, uh, de devs en, en hun eigen PR gesproken de afgelopen maand want ik wilde hem zo graag in de magazine hebben. We hebben zelfs nog even erover ge, 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 gepraat van, hey, moeten we dit misschien op de koffer doen? Um, uiteindelijk ja. werd het een, een, een te groot risico qua timing. En ik heb ook echt met onze deadlines, want dat vind ik heel jammer. Dus staat dus niks in de puur. De puur ligt trouwens 27 november, dus dat is volgende week woensdag in de winkels of op je deurmat. En ik wilde zo graag iets met Stalker doen. Dus we waren met de interview bezig, we waren met de review bezig. En ik heb Echt, ik had geen seconde langer kunnen wachten. Uh, uh, en zij hebben er alles aan gedaan om de codes op tijd be, uh, bij ons te krijgen. En om met de, alleen uiteindelijk is, is zijn alle dingen. Ja, het, het is allemaal net te laat in het water vallen Die, die gasten waren snuurhard aan het werk. Uh, en dan heeft dat natuurlijk. Obviously prioriteit. Een, een of ander klein blaadje in, in Nederland. Um, maar ik baal er wel van dat we Stalker niet hadden kunnen meenemen. Want ik. ik, ik ja, ik met deze game Ik. Ja, als iemand die het origineel zeg maar, erbij was. Ik, ik uh, denk wel dat dit er eentje gaat worden. voor, uh, voor, voor mij persoonlijk man. Ja. Nee, je ja. merkt in alles dat die gasten nog wel op het laatste moment echt kaart aan knallen waren, want we zitten ook bijvoorbeeld in de jury van de game awards. En daarom ja. heb ik dan weer contact met studio's, want ja. die proberen, die willen heel graag meegenomen worden in de nominaties van. Uh, dus ze wilden uh, ook een. Uh, um, een iets uitsturen. Ze wilden iets uitsturen, ja. ze wil calls doen met, met de developers, zodat we wel een beeld konden krijgen voor die game en hem alvast konden spelen. Niet ter review, maar juist vo voor dat. Maar ook ja. dat werd allemaal uitgesteld ja. en gekennst. En uh, ja, je weet gewoon, oké, okay, die gasten die zijn nu volledig bezig om die. Game zo goed mogelijk klaar te krijgen voor release en, en ze zijn van oudste en, en het, ja, dat zijn zo stalker, joh. Ik wel echt buggy as fuck, maar ja, weet je, het is ook zo. Je speelt zo'n oostblok game en, en en ergens past het ook wel een beetje in die charme. Um, ik ben voornamelijk gewoon psyched... om om mensen te zien die voor het eerst stalker gaan ervaren, dadelijk ja, maar. want ik, ik, ja. En ik, ik heb een stukje van die documentaire gekeken. Wargame staat gewoon op uh, YouTube. Over ja. nou ja, uh, eerst dat ze pandemie kregen en toen uh, dat uh, een land werd binnengevallen terwijl ze een game aan het bouwen waren. En dat is best wel. te kut dan gebeurt. <laughs> ja, ja het, is gewoon, het is best wel een sick verhaal. Ook die, die review letter zit bij ze zit vaak zo'n guide bij. En dan uh, ook zo'n intro van uh, de director of zo, of het studiohoofd. Ja. En die vertelde ook van. het is al. We hebben zeven jaar aan deze game gewerkt. Los van een pandemie en een oorlog is dat al best wel een klus. Maar mm -hmm. wat wij uh, <laughs> hebben meegemaakt, dat is echt insane. Ze uh, dus zijn vooral trots op dat we nu iets uh, uiteindelijk uh, nou ja, de wereld in kunnen sturen. Ja. En, uh, dat moet voor hun zo'n bizarre ontlading. Uh. Ja. Ja. Ik, hoop het, uh, ik hoop dat ik, dat ik uh, nog een interview kan plaatsen. Mooi misschien naast het review en bargo op uh, P.nl. Of game.nl, no. uiter waar wow, jullie het oh, Maar, maar uh, yeah. ik hoop dat het nog goed komt. Maar wat, de, ja, het is heel duidelijk dat die gasten ontzettend druk zijn geweest. Ik hoop alleen dat de, dat de reviews. Ik zou het wel uh, risky vinden om uh, en dan ga je die game spelen. En dan denk je van oh, misschien vind ik het gewoon maar een 6. Dan denk je van, oeh, zo lullig voor die gasten. Maar het is wel wat ja, het is natuurlijk. Het is het is, en je gaat sowieso uh, natuurlijk weer iedereen een diet in een 8 geeft. Als het niet goed valt. dan uh, Je durft gewoon niet te benoemen dat het. Uh, daar zit nu wat tegen op te kijken, tegen de, altijd gelul daaromheen. Ja, yeah, yeah, ik snap wat je bedoelt. Einde van de rit, gewoon nieuwe stalken, joh. Let's go. Ja. Ja, man. Uh, we zijn aangekomen bij de tippies. <laughs> ja, let's Blijf stil. Ik heb er wel eentje voor je. ik Doe Ik had, ik had er wel een. Oké, okay, ik ben uh, op mijn Game Boy Advance, dat klappert dingetje, ja. speelde oh. ik uh, heel veel uh, Advance Wars op. Lekker man. Heerlijk game. Ga je, als jij nu de tip geeft die ik denk dat je gaat geven, nee, ga je niet doen trouwens, Lama. Ga ik wel doen. Nee, uh, 100% dat ik die ga doen. Ja, echt? Ja. Oh, ik zweer het. Ja. Uh, daar uit. ben ik echt een groot liefhebber van. Ik heb alleen die remaster of die remake heb ik nooit gespeeld op de Switch. Ik had er wel heel veel zin in. Nou, hij staat ook klaar op de Switch, maar op een of andere manier. Heb ik zoiets, nee, ik moet daar vanaf blijven. Ik moet gewoon. Ja, ah, is wel leuk. Ja, het, het zal best, maar ik, gewoon de, ik heb uh, f, uh, vakanties lang yeah, met okay, mijn Game of okay. Advance die game zitten spelen. Daar heb ik echt puur van genoten. Ik heb zoiets, daar moet ik het bij houden. Bij die herinnering. Kan, maar, niet, meer. Ik kan niet meer, Martin. Um, uh, Gaat ik heb, um, ik, 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 ik lag van de week of vorige week gewoon lekker in mijn, in mijn bedje. Ik pakte mijn steam Deck erbij. Ik opende de, 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 de winkel, of eigenlijk mijn mailbox... en ik haalde daar een code uit van uh, Metal Slug. Oh. Yes! Hij doet het! Die had ik geïnstalleerd oh. op mijn steam deckje. En het is eenzelfde soort game als Advanced Wars. Dus je ziet het top-down, of een beetje schuin van boven. Uh, isometrisch. En het is een uh, turn-based uh, uh, strategie-game. Uh, dus je bent yeah. uh, echt zo'n grid uh, je, je moet van, uh, door die levels heen. En ik had dat geïnstalleerd. Het is ideaal voor de Steam Deck. Misschien een beetje kleine minuutjes, maar hey, we zijn allemaal nog jong, we hebben nog scherpe ogen. Dus dat kan jij ook. Je kan hem anders ook gewoon lekker op je PC'tje spelen. Um, en dan um, wat het vette is aan, aan deze. Uh, Meldingsluk hebben we natuurlijk allemaal al een keer gespeeld. Dat zijn herkenbare personages. Je krijgt een tutorial. En daarna is het aan. Die game kent geen granade. Het okay. is gaan. Het is, de, het, <laughs> is het is moeilijk. Het is... Het, het ja. is... Je moet... Ja, het is niet... Het is... Je moet het gewoon goed te begrijpen. Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, de, de, de hut en zo was wel even zo van, snap ik alles? Het is, het is veel. Ja. In één keer is het veel. Ja. Oké. Okay. Je hebt ah. veel opties, maar ja. je hebt het vrij snel door. Ja. En alleen, het daagt jou tactisch meteen... Flink uit. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. En uh, bij heel veel games rol je gewoon lekker in. Je hebt nou ook die, die Mario vs. Rabbit, misschien voor een iets andere doelgroep, maar een soortgelijke gameplay natuurlijk. En daar kan je gewoon lekker relaxed doorheen spelen. Oh, oh die wordt ook wel pittig hoor. Die wordt zeker. Pittig. Ja, Maar dit is meteen. Oh, je bent ik, ik zo slecht in. Ik zat met mijn voetjes omhoog lekker <laughs> in bed dat ze spelen. Ik zei zo. Dus kan mijn brein op dit moment niet aan. <laughs> <Nee>. <laughs> dus ik heb de, de dag daarna ben ik het opnieuw gespeeld toen ik iets scherper was. En. Het is, het is hard, het is vet. Het is als je de van dat soort titels houdt, van die turn-based strategie, advanced wars achtige titels, dan is dit er wel eentje hoor. Oké. Okay. Maar ben jij er al achter? Want je hebt nu de helft besproken. Ben je er achter dat het ook Hades is? Is het ook Hades? Het is namelijk een roguelike. Ook nog eens een keer. Er zitten vier, ik heb deze gedaan voor, uh, voor het magazine. Hij, heeft een, hij krijgt een gold award uh, en Cody lacht hem uit. Ik, ik zei, ik ben bloedserieus. Uh, ik, ja, heb, ik, ik heb hem een negentig gegeven. Het is een hele lijpe... Tactical strategy game, waar, waar ik heel even van hou. Ik ben een Fire Emblem speler natuurlijk, van, van jongens af aan. Dat doet het allemaal super vet. Het vertaalt als Slug ook heel tof naar dit genre. Omdat het in al die games is het... Oké, okay, positioneren, noemt dan maar op. Bij Metal Slug ja. is het, als jij stil blijft staan... dan fuck jou, dan geven we jou geen IV's. Want Metal Slug is natuurlijk een sidescroller. En ja. waar je altijd moet gaan. Ja. En nu ben je een tactics game aan het spelen. En die zegt, hoe verder jij loopt in jouw beurt... Hoe meer punten je krijgt qua verdediging, qua evasive, noem het dan maar op. en zeg, maar dude, ik sta echt perfect in dekking. Niks aan de hand en die game. Zo, nee, maat, je gaat lopen. Yeah. We gaan hier niet zitten. En maar, dit is we gaan luck. nu naar die tank toe. En het vette <laughs> is ook dat die... Uh, het is gemaakt door Leike Studios. En ik, ik sprak met die creative director van de game. En ik zei ook van, ik zei, yo, even what the fuck? Met als wat we allemaal kennen als die arcade side sidescrollen. Na dit genre vertalen, hij zo heel... En dit vind ik zo'n dope quote. Hij zegt, luister... Hij zegt, wij zijn in deze studio allemaal Metal Slug fans. En we kregen de kans om een nieuwe Metal Slug game te maken. Hij zegt: alleen omdat wij fans zijn, maken wij ons geen illusies dat wij iets kunnen toevoegen aan deze serie zoals die is. Dat zou heel pretentieus zijn als wij denken. laat ons maar even een nieuwe Metal Slug maken. Hij zegt: wat we wel kunnen, is die Tactics Games. Dus zijn we teruggegaan naar uh, SNK. Hebben gezegd. hé, hey, we willen de, absoluut die Metal Slug uh, IP van jullie. Maar. We moeten het wel op deze manier doen, want wij gaan onze handen niet branden. Denkende van: Oh, wij doen wel even. En ik vind het zo knap dat je als ontwikkelaar, een klein ontwikkelaar die met de grote, relatief grote IP mag werken. gewoon de bal hebt om te zeggen: Hé, hey, ik weet wat wij niet kunnen. En wat wij niet kunnen is een middelslukdeel maken wat, er, wat relevant is. Tenzij we dit genre ingaan. Ik was dit dus ook aan het spelen. Ik dacht, ah, super vet. En je kunt je eigen route een beetje kiezen door die regio's. En uh, toen ging ik al een keer dood. En dacht ik, oh, die uh, missies zijn ook een soort van uh, uh, random, zeg maar. Ze zijn altijd mm -hmm. anders. En dan kom je erachter, als je hem uitspeelt. Of eigenlijk halverwege al. Op het moment dat ik hem uitspeelde. Dan heb je dus minimaal moet je dan drie regio's tackelen, waaronder die eindbaas. Dan krijg je ineens nieuwe characters. Je krijgt, je unlockt continu gaandeweg ook nieuwe skills. En je bouwt echt, je, gewoon, je maakt gewoon beelds, net als bij. Gewoon echte roguelikes. En dit is ook een echte like. Dus je maakt een soort van je eigen leger met nieuwe units of zo? Nee, je hebt drie poppetjes. Daar moet je, dat is altijd jouw team. Het zijn hele yeah. kleine, kleine maps ook. En, en, oh, oké. Okay. Uh, uh, die drie, daar doe je het mee. Daar doe je jouw run mee, zeg maar. Yeah. Die bouw je uit met allerlei skills. Waardoor je echt beelds heel specifiek een kant opbouwt. Um, en het vet is, dan heb je hem dus uitgespeeld, krijg je dus nieuwe characters. En dacht ik: Oh, is het leuk genoeg voor nog een run? En toen had ik twee dudes, Martin, die weet hoe groot het is. Toen had ik twee dudes, die hadden van fucking zwaarden. Ja. Dus die gingen ineens <laughs> zo van: Ineens was ik close combat aan het doen. En met ook, en je hebt ook zo zinken dat als jij iemand aanvalt die in de linie van iemand anders uit je team staat, dan doe je een soort synca. Het is. Duo attack, doe je dan. Wat ja. valt, valt jouw uh, personage wanneer je dan een beurt mee hebt gedaan? Die valt dan aan, maar die andere. Valt er ook aan. Dus ja, je... Die staat in die in diezelfde uh, linie. En dit okay, okay. Is echt, het is zo, ik vond het zo tof. En ik maakte me zorgen. Want de, uh, ik, ik had een, een code. En die liep de hele tijd. Op een gegeven moment duurde het echt bijna soms 30, 40 seconden. tussen een, een poppetje verzetten in. Oh. En het was een dag voor review. Ik zou luister, Ik zeg: één ding. Ik, zeg, ik moet over twee dagen die tekst aanleveren. Ik zeg: Ik heb van jullie even nodig. A. Deze hier loop ik tegenaan. Ik weet niet of dit een ding is. Maar B. Gaat dit gefixt worden? En de moment dat ik de mail binnenkreeg van... ja, het is gefixt. Zag ik een pop-up op een PlayStation. Ping, update. En toen hebben ze dat gelukkig gefixt. Er zijn nog wat reviews die op tijd aangeleverd zijn... bij hun eindredacties, op, op sommige sites. Die daar melding van maken van... oh, soms zit het super lang wachten tussen beurten. Uh, dat, dat snap ik. Dat is dan niet op tijd gepatcht... en niet duidelijk gecommuniceerd naar die reviewers toe. Maar dat is er dus uit. Ja, het is, ja, ja. is zo'n vette game. Ik vind ja, echt, door Doto moe uitgegeven. Ja. Die ook al die andere uh, soort van... Uh, hoe noem je dat? Reimaginations van Classic Games doen. Streets of Rage 4, ja. Windjammers 2, uh, Turtles. Dat is wel heel cool. Ja, doopt die. En Lykier like Studios zijn de, zijn de ontwikkelaars. Heb, nice, jij, heb, heb tip, je na heb. kunnen denken, Jacco? Ja, ik had meerdere tips, maar ik denk dat uh, de beste tip misschien is dat de e-shop sale gaande is en dat er best wel veel leuke gamepjes tussen zitten voor kleine prijsjes. Het is uh, Black Friday, uh, hè? Die periode ja, is het. Black Friday komt eraan. Sowieso op uh, onze website kun je alle uh, deals vinden voor consoles, PC, merchandise, dat soort dingen. Uh, maar er zitten best wel wat leuke dingen tussen, bijvoorbeeld uh, Hyper Light Drifter Special Edition voor 5 euro. Fucking vette game. Uh, Metroid Prime Remastered, 28 euro. Vind ik ook wel een goede. Uh, Messenger voor 4 euro. Mm. Uh, en Disco Elysium voor 12 euro. Dus ik zou zeggen, neem vooral een kijkje. Er uh, zitten echt wel uh, wat leuke dingen tussen. Disco Elysium is ook lijp, man. Ik had echt een goede tip, toen ik hier, reed. Ik weet, ik ben zo ik druk in mijn hoofd met wat ik zelf een beetje aan het spelen ben. Dat ik misschien daardoor uh, de tips. Nou, ik kan iedereen een tip geven van Matt voor wat ik eindelijk aan mijn honden ben te gaan spelen? Ja. Of, of Moet ik ook doe ik nog die, doen? Die ook fucking alle. Moet ik zeggen, Call of Duty begint me wel. Ik ben twee weken echt hard aan het gaan al, en nu ineens is het zo van, ah, oh, eigenlijk zijn die spanse kut. Ja, die spanse. Ah, ja, haar soms man. <laughs> Wij waren, echt, ik zit samen met de uh, vriend van het spelen. Van de week heb potje Martijn gedaan. En als we gaan dan, gaan, dan gaan we, weet je wel? Je weet hoe Call of Duty. Het is echt. Ik denk dat het best wel onderschat wordt hoe moeilijk het is, want je denkt, eh, een goede Call of Duty maken. Ja, tuurlijk is Call of Duty. Ah, oh, het is weer echt een goed deel. Maar aangezien ze al weet ik het hoeveel jaar geen versoenlijk deel hebben gemaakt. En nu ineens deze drop. Ik vind de campaign. -like, ik vind multiplayer super vet. Het voelt echt yes. net zo lekker als dat ik bedoel, mijn all-time go. Dit Call of Duty is Black Ops 1. Uh, en ik ben fan van die treyarch delen Deze is echt is zo fucking lekker. Alleen op een gegeven moment ga je lang genoeg spelen dat je een beetje achter het gordijn begint te kijken. Dan denk je. Oh, die spansies zijn niet best. <laughs> ik was free vooral aan het doen. En op een gegeven moment heb je zo'n plek in een van die sneeuwmaps. Er staat dan een bus. En ik uh, was daar zo op de grond gedoken. Omdat ik, iemand zat achter me aan. Dus dan doe je zo'n duik. En dan schiet je hem neer. En ik was even aan het bijkomen aan het herladen. En op een gegeven moment, kijk ik om me heen, en loopt er weer iemand zo aan de andere kant van die bus voorbij. En ik schiet hem gewoon in de rug. En er komt weer iemand, die loopt voorbij, ik schiet in mijn rug. Ik denk, hè, dit zal toch niet hier een spanplek zitten. En ja, dat gebeurt weer. En toen ik schiet die guy in. En ik denk, nou ja, ik voel me gewoon vies, ik ga hier weg. We gaan Weet je, ik weet gaan je wat, weet, weet wat het kut is? Ja. Er zijn maar de, elke map heeft, voor zover ik nu door heb, maar twee spawnspots. Dus als Echt? jij de ene spawnpot hebt, dan kun je gewoon met die andere gaan zitten en daar spawn killen. Want de maps zo? zijn allemaal tering klein. Ja, meestal wel. Ja. En ja. Ja, ik moest, ik vond die match. Ook eerst vond ik ze heel ver. En nu denk ik soms: je hebt van die potten, dan speel je gewoon en dan zijn ze echt lekker. En dan is het, ik kan alles zo fucking best. Yeah. En je hebt van die potten zo van: oké, okay, lopen één of twee gasten bij de tegenpartij. die doorhebben hoe ze maar spankelen werkt. En dan ben je gewoon echt wat Fuck, vooral. Ik, ik heb echt van de week een pot zitten spelen dat het hele team. Het van de tegenstanders snapte dat ze zeg maar, op een bepaalde plek moesten blijven staan. om uh, niet te spanflippen. Dus dat je span aan één kant blijft. Ja, ja. En zo van: oké, okay, alle fucking paden en zichtlijnen. op jullie spanplek hebben wij nu bezet. Het was, de hele pot was gewoon span, dood, span, dood. Dat is, de, de, dat is echt. Ja, ik, ik las een, een goede comment ergens dat iemand zei van. Ik weet niet of de maps nou kut zijn. Of dat de spanse ervoor zorgen dat de maps kut aanvoelen of een kwestie van allebei. Maar iets klopt er niet. Yeah. En ja, ik ben heel benieuwd hoe, hoe dit in rengtal opgepakt gaat worden. Dat ja, is morgen volgens mij. Ik vermaak me intens. Maar uh, is dit een tip ook? Dat ja, fuck it, man. Je een hele alo... Hele lange ja, een rapid fire kut. op je AK-74. Dat nee, is mijn joh, tip. Nee, je AEK Marksman-tje. Drie kills. Play de ja. game. Terwijl de jonge mee meekijkt. Oh, zeker. Ja. Hé, hey, maar mijn leven gaat door, jongens. Dus ja. ik wil... Dat oh, was maar, mijn, mijn tip, tip vandoor door. Ja. Ja. Mijn tip was dat je je leven doorgaat. Ja. Ga lekker je parkeerplek checken. Ja. Hm. Nee, ja, deze week wordt dus mijn uh, huis opgeleverd. Daar ben ik dus ook al 2,5 fucking jaar mee bezig. Ja. En dit, deze week is eindelijk zover. En vandaag over een uurtje gaan ze mijn uh, parkeerplek opleveren. En aangezien. Hoe dat, ziet dat eruit als ze een parkeerplek opleveren? Kun je dat nog wel even vertellen? Ja, dan moet je gewoon moet. checken of alle steentjes leg, eh, recht liggen ja. en dat soort dingen. Maar ik, ik moet daarbij zijn. Ik moet daarvoor ja. tekenen. Dus uh, dat, dat, is even, ja. dat is over een uur. En ik moet nog zeker met het verkeer van nu. De files uit de hel. Ga ik dat net wel of net niet oeh. redden? Oeh. En de Game Awards binnenkort. Ja, mijn tip is speel Ace Combat 4. <laughs> weer, weer niet, nee, niet weer Ace Combat. niet wel. die weet dat ik gelijk heb. Nee, hou op. Allemaal hetzelfde. Hier, uh, Erik, wil ik jullie bedanken? Okay, okay. Je? Ja, dankjewel. Uh, komende week is Chirk hier weer met zijn team om uh, te praten. Wil je dat niet missen? Vergeet dan niet dit te volgen op het kanaal wat je dit aan het kijken bent. Het kan op YouTube zijn, kan op Spotify zijn of een andere podcast app. en Laat even een recensie achter. Dan worden we beter Vindbaar voor andere personen die misschien ook van videogames houden. Ja. Spread the love. Zoals kinderen van zeven met een smartphone. Ja. ja. <laughs> die mogen dit wel kijken, want dit is super veilige uh, content. Nee. Nee? Ja, als ik, die, ik luister wel eens booslopen met die kleine. En deze zegt, kut, kut, fuck dit, fuck dat. Jacco weer, hè? Is nee, hij is vaak bij zichzelf gewoon, maar oh. Jacco ook. Ja. Cody ook. Cody helemaal. Ja, is die zo hè? Vloeker. Hm. Oké, okay, doei.